dat je niks van de kou merkt. Je moet in model heaven zijn. Dat ga ik zeker doen. Die krijg je nooit meer. Dus what the fuck. Ik weet het. Dat zou ook op de Noordpool kunnen zijn. Iets speels nog in je gezicht. En je hoofd nu schuin naar achter. Sabrina die wilde wel heel graag, maar ze kon niet voor elkaar krijgen, had ik het gevoel. Een beetje stijfjes, ze probeerde het wel, maar er kwam naar mijn gevoel niet echt uit. Positieve? Ja, oh, dat wenkbrauwtje is heel leuk. Als dat ook. Iets subtieler, prachtig. Dan ga ik jou nadoen. Jij zet het zo bij. Niet Marilyn, toch? Nee. Dus ik wil meer. Ik wil meer die glamour hebben, dus zo van, oh. Ik heb veel uitleg gekregen van Yveske, punt waar ik echt wat mee kom. Je moet gewoon nog leren je lichaam wat beter besturen. Precies te zien wat hij wou. Hier omhoog iets. Prachtig. I wanna be loved by you alone. Prachtig. Mooi, kin omhoog. Prachtig. Voelde je die op het einde dat je echt die blik zo had? Ja, ik zag echt een rode Marilyn daar groeien. Ja, Bengel vond ik echt tof. Ja, ze heeft niet echt de typische Marilyn Monroe uiterlijk natuurlijk. Maar wel, ik vond dat ze dat heel goed oppakte. En ze deed eigenlijk maar een paar momenten nodig waarbij dat paf gelijk erop stond. Dus over je schouder kijken, prachtig, juist. Ja, ik vond dat je het wel goed deed. Ik vond je wel een goede donkere vers van Marilyn. Maar ik vond wel vaak hetzelfde. Weet je wat je moet doen? Ja, dat blijkbaar wel. Prachtig. Mooi. Ja, mooi. Dat je best wel een beetje brede schouders hebt, denk ik. Dat als je het iets meer naar achteren toe doet, dat je wat, zeg maar, wat dunner lijkt. Ik denk dat een arrogante blik het beste bij jou past. Oh, dat had ik niet verwacht. Als we het over Marilyn Monroe hebben. Ja. Een verleidelijke blik. Iets meer arm van die. Hoofd een beetje naar boven. Alles wat ik zo net heb gezien, ga ik zo in praktijk brengen. Ik denk dat het wel goed komt. Oké, concentratie. Probeer het bij te staan als het lukt. Appel. Iets positiever. Oké, nog één keer deze en dan wil ik ook nog een klassieke Marilyn hebben. Nog meer? Dit, ja. Ietsje met je kinzakken weer. Raak weer die blik kwijt. Oh ja, dat is wat ik bedoel. Nou, jij bent natuurlijk de laatste die zenuwachtig moet zijn, want je hebt alle voorbeelden al gezien van alle meiden. Dat klopt. Ja, wat vond je ervan? Super. Ja? Heb je veel van geleerd? Heel veel. Ontspan je nek een beetje? Ja. Iets minder geforceerd in die houding staan. We maken het zo alsof je er lekker in staat. Het ziet een beetje te gespannen uit. Iets meer die ondeugende glimlach. Dan mag je nog een beetje zo. Alvast. Prachtig, alvast. Ja, dat ja. Ja, dat is het. Ja, we hebben het. Met mijn shoot was ik dus te druk bezig met, oh, wat is goed, wat moet. Welke aanwijzingen waren er ook alweer gegeven? Toen we thuis kwamen, kwam Yveske op bezoek 's avonds. Het was hartstikke gezellig en leuk. Ze had een flesje wijn meegenomen. Proost, proost. Gezellig avond, proost. Op de fotoshoot van vandaag. Dat jullie allemaal topmodellen gaan worden. Toen hebben we even met haar gepraat en we konden ook vragen aan haar stellen van ja, hoe zij dat allemaal ervaart als model. Altijd voor de 100% staan. Er zijn zoveel andere meisjes die ook op jullie lijken en die zo de baan zo graag van jou over willen nemen. Soms moet je al om 7 uur 's ochtends beginnen met foto's maken en dan moet je toch zoiets hebben van dan moet je er gewoon staan. Over roken heeft Yveske gezegd dat het gewoon heel slecht is voor je huid. Ik heb nog nooit gerookt in mijn leven. En iedere make-up artist heeft zoiets van, wauw, wat heb jij een mooie huid. Ja. En dan zegt ze meteen, ik weet zeker dat je niet rookt. Dus als echt, hou op met roken. Het is zo slecht voor je. Ja, tuurlijk. Tuurlijk schrik je. Vooral als zo'n topmodel als Yveske het zou zeggen, weet je. Dan denk je er helemaal eerder wel bijna van, ja, zou ik nou gaan stoppen? Weet je, zou ik nu gaan stoppen? Maar dan denk ik van, oh, ik heb een beetje stress in me vanmorgen. Eliminaties en dan steek je toch weer een sigaretje. Mijn dieet, of tenminste hoe ik probeer in shape te blijven, is door heel veel fruit te eten. Ik heb altijd zoiets van 's ochtends vroeg mag ik zoveel fruit eten als ik wil. Dus nooit eet ik 5 appels en 5 bananen. Maar na 2 appels heb je het echt wel weer gehad. Dus dan hou je er toch wel mee op. Ik ga niet in één keer helemaal alles veranderen qua eten, weet je wel. Je moet wel nog een beetje gewoon kunnen eten, vind ik. Want anders zegt ze van 's avonds vis en misschien wat groenten. Ik hou van biefstuk. Heel veel biefstuk. Ik ga ook 5 keer per week naar de sportschool toe. Ja?
Ja, het was heel erg leuk en zij heeft ons oefeningen gegeven hoe we onze bovenbenen en onze kont en buik kunnen trainen. Echt heel handig. Dan raak je bijna de grond aan en dan ga je weer naar boven toe. Dan doe je je been omhoog, ja. Inderdaad. En doe je hem 10 keer doe je hem zo je been omhoog. Oh ja. Jeetje. Is dat een bovenbeen? Wat? Nee, je moet je billen zo laag mogelijk houden. En dat 20 keer en die andere 30 keer of 15 keer. Hoor. Dus ik ga het wel zeker doen. Maar vandaag niet. Ik word echt heel ziek van dat gebeurde. Ik vertrouw niet meer. Ik ook niet. Dan moet ik vet gaan huilen, weet je. Zodra ze iets bij de jury goed doen, dan gaat het gelijk in bed. Ik denk dat die meiden wel goed op foto's staan. Allemaal? Ik denk u niet helemaal. Ik denk dat ze net... Nou, ik zou die nou ook niet doen, hè. Ik denk dat er heel... Iedereen er zich wel echt mooi uit, weet je. Maar ik denk dat er heel veel niet echt zo hartstikke goed zijn met foto. Wat dan ook. Nu leer je elkaar pas een beetje kennen. Nu weet je hoe ze echt zijn. Ik denk nu voelde ik een beetje dat ze te veel suiker met haar haar. Die dag. Ja, ik vind het dus niet. Maar zij zou ik dan veranderen? Nou ja, nee, kijk. Hij was ook heel lief. Zoals vandaag was hij heel lief. Maar dan heeft ze af en toe even die trekjes dat ik weer vermijd. Waarom krijg ik een pink dicht? Oh, Ivke mail! Ivke mail! Een Ivke briefje! Oh ja. Oké. Oh, bereid je voor een heftig afscheid. Gaat snel. Mijn hart gaat meteen aan weg. Gaat hard. Ja, mij ook. Oh, maar dat kan ook wat? Einde. Oh. Ja. Het zal wel echt op een hele lullige manier gaan dan. Misschien. Ja, dan moet je zo het heftig afscheid spelen. Ik ga hem kan het ook een afscheid zijn van iets anders? Nee. Misschien wel. Van het huis. Van dit huis. Ja, je naar New York of zo. Ja, met z'n allen. Ik denk het niet. Nou, dit was jouw beste foto. Een geforceerde foto bijna. Hè. Ze zeggen helemaal zo van, ik moet dit doen en dat. En dan de spieren die gaan opzwellen. Het meisje van een dameshockeyteam die net een medaille heeft gewonnen of zo met die hockeystick vast. Maar Marilyn Monroe vind ik echt ver te zoeken. Tot zo bij Holland's Next Top Model. RTL 5. Welkom. Vandaag zal ik bekendmaken wie er geen kans meer maakt op de titel Holland's Next Top Model. Haar carrière stopt hier en nu. Maar de winnares krijgt een contract bij Max Models van 50.000 euro. Staat op de cover van Glamour Magazine. Zal een campagne doen voor L'Oréal Paris. En wint deze Mercedes. De jury. Rosalie van Bremen. Naast haar Carly Hermes. Aan de andere kant zit Karen Swerink. En als laatste, Marianne Verkerk. Sabrina, zou jij een stapje naar voren kunnen doen? Wat vind je er zelf van? Ik vind hem heel erg mooi. Ja, je ziet mijn jukbenen, vind ik wel heel erg mooi. En ook die wenkbrauw. Sabrina, je bent wel heel tevreden zelf met je resultaat hier. Nee, ik vind hem eigenlijk... Dat zeg je net. Nou, ik vind het mooi. Er zijn wel ook wel dingen wat ik wel minder mooi vind. Ja, en oefen heel veel met je handen. Want je kijkt er net twee klauwtjes. Dan moet je echt oefenen. Ja. Oefen, oefen, oefen. Ja? De volgende die naar voren mag komen is Bengu. Wat vond je zelf het moeilijkste tijdens de fotoshoot? Een goede houding aannemen, denk ik. Zullen we kijken wat je houding geworden is? Het ziet er wel uit als de donkere Marilyn, niet? Als je zo ziet staan, dan denk ik van, toch een beetje bang. Een beetje op het defensieve af. Ja, ik denk dat je alleen nog wat meer kan variëren in je gezicht. Je lacht half, net wel, net niet. En ja, doe dat maar meer uitgesproken. Dankjewel, Bengu. Kim, dit is jouw foto. Het is inderdaad een sexy hoofd, dat heb je ook. Maar ik vind dat het lijf niet echt mee wil doen. En, in dat gevoel. Ik vind het een prachtige foto. Het is een prachtige jurk die je echt heel mooi laat zien hier. Ja, maar we zijn hier niet om een jurk te beoordelen. Nou, niet om de jurk, maar zij laat een mooie jurk mooi zien. En dat vind ik gewoon belangrijk. Heb je goed gedaan. Dat was het. Dankjewel. De volgende die naar voren mag komen is Tanimara.